er zijn ontzettend veel boeken die boeien, je bezighouden. Maar mijn favoriete boek is In de Ban van de Ring van Tolkien. En waarom is het mijn favoriete boek? A, omdat ik toen ik begon in één nacht het heb uitgelezen. Wat maakt het nou zo fascinerend dat je er niet vanaf kan? Dat is dat allerlei magische elementen in dat boek een rol spelen, terwijl het voor mij een heel natuurlijk verhaal is. Van hobbits die op stap zijn met het slecht wat ze tegenkomen en wat ze moeten bestrijden. Bomen die plotseling in het bos staan en naar je toe komen, dreigend en wel om het onheil af te weren. Allemaal van dat soort dingen. De golem, een onzichtbaar beest die de ring heeft in een diepe bron. Nou, dat is natuurlijk de Hades uit de Griekse geschiedenis. Of er zitten allemaal van dat soort elementen in. En als je dat dan leest en daarin meegaat, ja, dan ik kan niet zeggen, dan flapperen je oren, maar het lijkt er heel erg op. Het is een geweldig boek. En toen kwam ik een dundruk tegen met een leentje. Ik heb het meteen gekocht en nog eens gelezen. Nou, dat is geweldig. Dat is mijn favoriete boek.